Voor DVS TV, Quincy. Nou, zeg maar. Nou, mijn naam is Quincy Veenhoff. Ik ben 21 jaar. Ik kom uit Ede. En dit wordt mijn eerste seizoen bij DVS. Je komt uit Ede, maar dat ligt tegen Bennekom aan, hè? Ja, het ligt naast Bennekom, ja. En het werd geen DTS of zo, maar werd Bennekom vanaf het begin van je jeugd? Ja, vanaf het begin van mijn jeugd wij Bennekom gespeeld. En ik woon om de hoek bij DTS, maar bij Bennekom altijd gespeeld. Tot en met de A1? Ja, tot de A1 ook. Ja, en toen speelde je nog die legendarische wedstrijd tegen DVS A1. Met welke stand, eindstand? Volgens mij was het 5-3. Ja. Toen kwam DVS nog wel iets terug, maar toen op het laatst maakten wij nog de 5-3 en toen gingen wij naar de finale. Ja. Twee doelpunten van jou, geloof ik, hè? Ook drie volgens mij. Drie zelfs? Ja, zelfs drie volgens mij, ja. Het was voor de beker, geloof ik, hè, of niet? Nee, met de onder 23. Voor die beloftecompetitie. Oh ja, 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 die ja. Hey, en vanaf Bennekom naar IJsselmeervogels. Ja. Een leuk seizoen geweest, leerzaam seizoen daar. Ja, zeker. Ik heb ook gewoon naar mijn zin gehad. Leuk gehad met alle jongens daar zo. Jammer dat het zo vroeg dan eindigde, maar ik kon zeker nog wel veel leren daar. En ik heb er echt veel ervaring op gedaan. Heb je ook nog echt een paar wedstrijden volledig in het eerste meegedraaid? Nee, ik heb niet volledig meegedaan. Wel gewoon een paar keer ingevallen. Voor meer dan wat ik verwacht had, maar... Helaas niet in de hele wedstrijd. En toen kwam DVS 33 op je pad. Bevalt het tot nog toe? Tot nu toe bevalt het heel goed. En gewoon sowieso, het helpt erbij dat de jongens heel aardig zijn en heel leuk. En het valt gewoon heel goed, de club, iedereen eromheen. Dus ik heb het zeker naar mijn zin. Je hebt al alle donders veel minuten gemaakt ook, hè? Ja, ik heb zeker wat minuutjes in de benen, ja, maar ik vind het alleen maar leuk. Ja? Ja. En je geniet van het spel ook? Ja, natuurlijk. Het is wel af en toe even vermoeiend of zo, maar ik vind het hartstikke leuk om te voetballen. En ik denk dat niemand nee tegen zegt van zoveel voetballen. Op welke positie voel jij je het meest thuis? Ik denk wel op de teampositie voel ik me het meest thuis. Maar ja, spits of aan de rechterkant kan ik ook best wel uit de voeten. En daar voel ik me ook wel goed. Hoor. Noemen ze een concurrent op? Op welke plek? Ja, voor die plekken. Ik denk dat tegenover staat dan tegen Pilon, Akla, Nijland. Ik denk dat die wel in de buurt komen ook waar ik wil gaan spelen. Ja. Ja, het zijn wel namen, hè? Maar daar trek je niks van aan, hè? Nee, tuurlijk niet. Ik moet gewoon mijn eigen ding blijven doen, toch? Zo is dat. Ja. Dat is heel goed. En dat hebben we tot nog toe inderdaad ook nog wel gezien, hoor. Want je draait best redelijk mee. Wat vind je daar zelf van? Nou, ik ben zelf een type die eerst wat moeite heeft met omstandigheden en nieuwe jongens, nieuwe groep. Maar ik denk dat het best wel prima gaat en ik weet zelf ook dat het nog beter kan, dus wordt alleen ik maar Ik merk dat je er inderdaad ingroeit, want de eerste twee keer, weet je wel, ergens in juni, toen jullie bij elkaar kwamen, toen dacht ik, hey, wat is dat voor een soort voetballer, weet je wel? Ja, dat had ik echt op een vraagteken. Heel erg wennen, ja, toen. Op de gasveld hier achter, ja. Maar ik denk dat het nu wel steeds beter gaat en ik krijg ook steeds meer vertrouwen. Maar je hebt dus inderdaad heel veel vertrouwen. Volgend jaar, om deze tijd, als wij weer tegenover elkaar staan, wat hoop je dan bereikt te hebben? Persoonlijk hoop ik dat ik veel minuten heb gemaakt. Ervaring op hebben gedaan op dit niveau. En dat ik daar zelf ook alleen maar beter van ben geworden. Waardoor ik anderen ook kan helpen. En ook zo hier en daar mijn assistje doelpuntje mee te nemen. Dus ik hoop dat als we hier volgend jaar staan, dat ik kan zeggen dat het gelukt is. En dan wensen we je allemachtig veel succes mee, Quincy. Dank je wel. Okay. En ik wil er nog even één ding zeggen. We staan allebei met een microfoon. Ja. En we staan niet 1,50 meter van elkaar, maar wel 2 meter. Ja, nou, dat is prettig. Is goed, toch? Ja, toch? Ja, oké. Okay. Goed, bedankt.